Afgelopen dinsdag ontstond er 's avonds rond 9 uur brand in de werkplaats van autobedrijf Van Grunsven op het industrieterrein van Empel. Het vuur breidde zich snel uit en de omgeving werd gehuld in dikke rook. De vlammen en de rook waren tot in de wijde omgeving te zien en het toestromende publiek moest op afstand worden gehouden, mede door ontploffingsgevaar van de in het bedrijf aanwezige gasflessen. In het pand bevonden zich een 20-tal auto's. De eigenaar moest met brandwonden en ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De brandweer moest alles op alles zetten om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de bovenverdieping, waar banden lagen opgeslagen. Het brandweerkorps van 's-Hertogenbosch werd bijgestaan door korpsen uit Landert, Vught, Rosmalen en Os. Ook werden 2 hoogwerkers ingezet. Door het blussen met extra water ontstond een grote rookontwikkeling en door een ongunstige windrichting moest een deel van de A2 ten gevolge van erg slecht zicht worden afgesloten. Bewoners van een deel van de Maaspoort werden via geluidswagens geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Burgemeester Rombouts kwam zich ook op de hoogte stellen van de situatie. Rond middernacht was het vuur onder controle en was het pas 1 jaar oude pand volledig in de as gelegd.